Breda Nu. Je weet het meteen. De verbouwing bij de voormalige Seligkazerne is in volle gang. Dit wordt een nieuwe locatie voor ROC Breda. We hebben een tijdje geleden, in 2014, hebben we deze locatie kunnen verwerven. Een prachtige, mooie, historische locatie in de stad. En daar zijn we bijzonder blij mee, juist omdat we voor ons praktijkonderwijs, we gaan een eigen onderwijshotel hier maken en we gaan een eigen recreatief centrum, toeristisch centrum gaan we maken. Dat komt in dit soort historische panden prachtig tot zijn recht. Dus we zijn er heel blij mee. Ik ben Jules Jochems. Ik ben hier in opdracht van de Rode Pannen bezig met het projectmanagement van dit omvangrijke project. En daar zijn we inmiddels vanaf 2014 druk mee doende. En zoals we vanmiddag gezien hebben, ja, zijn we druk in de uitvoering en moet het eind van het jaar opgeleverd worden. Nou, we zijn nu ongeveer zover dat het sloopwerk gedaan is en dat we het digitaal helemaal gebouwd hebben. Dus in de computer is het klaar. Alles wat gepland en ingerekend moest worden is klaar. En zoals onze bouwmanager altijd zegt, we hoeven het nou alleen nog maar te bouwen. Daar zijn we mee begonnen. De fundamenten van de aula's liggen er. En we hebben hard te werken, maar 1 december van dit jaar, 1 december 2018 is het klaar. Dan gaan we de decembermaand gebruiken om alle spullen erin te brengen, zodat we na de kerstvakantie begin 2019 hier met ons onderwijs kunnen starten. Wat het vertrekpunt is bij deze gebouwen, dat is dat we met respect om willen gaan en dat we dus de gebouwen in hun status willen laten. Dat je, als het in gebruik is door de Rode Pannen, dat je dan nog kunt zien wat het oorspronkelijke gebruik is geweest en hoe dat zijn gebouwen er oorspronkelijk uit hebben gezien. En dat is eigenlijk het vertrekpunt om zo min mogelijk aan te passen. En als we dingen aanpassen, dat we dan ook duidelijk laten zien het verschil tussen het historische stuk en het nieuwe stuk. Nou, het wordt een beetje een parkachtige omgeving, want er staan nu ook nog wat recentere gebouwen, die worden gesloopt. We houden alleen de historische gebouwen over. De huidige structuur met de oude bomen, die blijft helemaal gehandhaafd. En het enige wat we doen is dat we in de patio's van het hoofdgebouw komen een paar grote aula's. En voor de rest kunnen we ons hele onderwijsprogramma kunnen we kwijt in die historische panden die hier liggen. Dus dit wordt een hele aangename verblijfsomgeving voor al onze leerlingen. Lekker dicht bij de binnenstad, goed bereikbaar, maar vooral sfeervol. Dat is op de eerste plaats om te gaan met alle onverwachte dingen die bij het ontmantelen van de panden naar voren zijn gekomen, hè, zoals houtrot allerlei andere dingen die nog boven tafel zijn gekomen. Maar die vragen dus een hoeveelheid inventiviteit om binnen de tijd, maar ook binnen de kosten, proberen de zaak te realiseren. Dat is wel de bedoeling. We hebben een contract afgesloten met de uitvoerende partijen. En daar proberen we, zowel wij als zij, proberen zich daar aan te houden. Breda Nu. Je weet het meteen.